De WMO-consulente deed echt haar best om onze problemen op te lossen in plaats van er nog een paar bij te maken. Ik ben Annette, ik ben mantelzorgcoach en ik zorg voor mijn vader, die heeft een hartprobleem, en voor zijn vrouw, en die heeft een progressieve ziekte. Ik doe vooral eigenlijk praktische dingen. Het is mijn doel een beetje om mijn vader met name te ontzorgen daarin. Mijn vaders vrouw heeft zelf ook twee dochters, die zijn ook betrokken. En iedereen doet al wel zijn ding. Maar ook daar zit een grens aan. Hè. We hebben allemaal werk, we hebben allemaal gezin. En je hebt maar één tijd. Je hebt heel veel liefde, maar tijd en energie zijn toch beperkt. Als ik voor een keuze sta, hè, van ga ik nou weer mijn hele lijst met regeldingen oppakken of ga ik toch naar die vriendin nu? Dan denk ik echt heel bewust, en die lijst ligt er morgen ook nog. Dat is ook wel een tip, vind ik trouwens. Om bij alles wat je doet, bij elke actie te denken, zou iemand anders dit ook kunnen doen? En heel vaak is het antwoord ja. Maar je moet wel vragen. Mijn tip als mantelzorger en als mantelzorgcoach is echt, wacht niet te lang. Vraag op tijd wat je nodig hebt bij instanties, in je omgeving. En wacht niet tot het water je tot de lippen staat.